Bridgerton is de best bekeken nieuwe serie ooit op Netflix. Wereldwijd keken er in de eerste 28 dagen na de release op eerste kerstdag 82 miljoen huishoudens naar de serie, maakte de streamingdienst woensdag bekend. Tekst gaat verder onder advertentie: Netflix meet bij nieuwe series in de eerste 28 dagen hoe vaak huishoudens op zijn minst 2 minuten onafgebroken hebben gekeken. Bij Bridgerton zijn dat er dus 82 miljoen, het hoogste aantal tot nu toe. Vorig jaar scoorde The Queen's Gambit een record met 62 miljoen huishoudens. In 83 landen staat Bridgerton bovenaan de lijst met populairste titels op Netflix. In alle 190 landen waar de streamingdienst beschikbaar is, op Japan na, staat de serie in de top 10. Bridgerton, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn, speelt zich af in de 19e eeuw en gaat over Diane Bridgerton, uit een voorstaande familie, die wordt gepresenteerd op de huwelijksmarkt. De serie werd geproduceerd door Shonda Rhimes, ook verantwoordelijk voor onder meer Grey's Anatomy. Een tweede seizoen is al aangekondigd. Buzzelets blog, ADS.